Bij de 1000 likes ga ik hiermee rijden. 1000 likes op deze video. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb echt lekker uitgeslapen. Het was ook echt slecht weer deze nacht en deze morgen. Maar nu momenteel is het zonnetje net uit. Echt, ik neem mijn camera en het zonnetje begint gewoon te knallen. Het is echt heerlijk. Dus we gaan waarschijnlijk gewoon chillen vandaag. Lekker in knokken, denk ik. Ik heb geen plan gemaakt. Boef is hier aan chillen. En we gaan er gewoon sowieso een heerlijke dag van maken. Zoals altijd. Hey! Oh, hoppa. Let's go, we gaan ontbijten. Goedemorgen, pup. Heb jij lekker geslapen? Hey! Hallo! Hallo! Ik ga eerst deze rakkers eten geven, want kijk hoe lief ze kijken. Hey, heb je honger? Hebben jullie honger? Kom aan, we gaan eten! Als ik dit blikje open doe, dan springen ze normaal allemaal op de tafel. Kom aan rakkers, we gaan eten. We gaan eten. Miauw. Elaba. Jullie hebben echt honger. Het grappige is dat Pip ook altijd wil komen mee eten. Hoppa, kijk hoe schattig dit nu is. Allemaal katjes, allemaal gezellig aan het eten. En nu ga ik ook nog een beetje fixen voor mezelf. Kijk, kijken wat dat we hebben in de frigo. Wow, misschien moeten we de lichten aansteken. Hoppa. Nice. Deze yoghurt sowieso. Pindakaas zoals altijd. De banaantjes zijn perfect rijp, dus we maken een lekker yoghurtje, een lekker oldschool ontbijtje. Ik heb er zin in. Mijn ontbijtje heeft heerlijk gesmaakt. Het was echt nog een keer nice om een yoghurtje te eten. En ik heb echt fucked up slecht nieuws. De guy dat mijn gsm had gevonden, een goede homie van me, die had daar blijkbaar gezegd voor te lachen. En die zegt altijd van die domme dingen op Facebook. Maar als mijn gsm kwijt is en je zegt dat gewoon algemeen voor iedereen en iedereen leest dat, dan gaan de mensen ook gewoon stoppen met zoeken achter mijn gsm. En de eigenaar of de guy dat mijn gsm heeft gevonden, die gaat misschien zelf denken dat het een andere is, omdat mijn gsm toch al terecht is. Dus dat was echt geen goed idee. Ik heb een nieuw bericht op Facebook geplaatst om te zeggen dat het een grap was. En ja, dat was eigenlijk echt niet grappig. Dus ik hoop echt dat mijn gsm nog terecht komt, maar ik heb er al bijna geen vertrouwen meer in. Het is al te lang geleden, dus laten we gewoon hopen. Ik ga alleszins nu gaan cruisen, sowieso. Het is een redelijk mooi weertje, wel veel wind, maar we gaan er gewoon door. Ik heb zin om nog een keer richting het Zwind te gaan. Dat is zo de mooiste plek van knokken en daar gewoon lekker een beetje te chillen. Dat gaan we doen, dus ik neem een skateboard en we gaan vertrekken. Let's go! Holy moly mensen, de wind is niet normaal. Kijk, ik ga gewoon helemaal vanzelf vooruit. Check dit. En dit is echt ruwe grond. De wind blaast zo hard. What the fuck? Check. What? No way. Dit is knijters. Ik ga helemaal vanzelf vooruit. Check dit. Damn. En dat is geen helling ofzo. Dit is zeker geen helling. Dat gaat hier zelf een beetje bergop. Holy moly. De dijk is echt niet normaal. Ik ga gewoon toch op de dijk. Pak alles. Het is keihard de wind. Maar we geven om geen fuck. We gaan even skaten. Sowieso. Ik ben net terug thuis. Oh my god, het was echt zoveel wind mensen. Mijn hoofd is helemaal onderkoeld. Mijn oren hebben echt ijskoud. Ik dacht dat het echt chill ging zijn om gewoon even op mijn skateboard te cruisen. Maar het was letterlijk de hel mensen. Oh, ik sta helemaal in het zweet. Dus ik ga nu gewoon, ik ga niet in de douche. Ik ga zelf gewoon in bad. Lekker relaxen. Ik ben er echt niet goed van. Holy moly.
Dit gaat echt nice zijn. Nog een beetje schuim erbij. Yes, dit ziet er echt super chill uit. Dat had ik nu echt wel nodig. Ik neem een iPad erbij. Ik zet die hier zo. Hoppa. Zo doe je dit. En dan bekijk ik lekker een filmpje. Dus dit gaat echt genieten worden. Sowieso, ik zie jullie na mijn bad. Het was echt de beste beslissing ooit om een lekker warm bad te nemen. Dat heeft echt super goed gedaan. Ik ben er weer helemaal bovenop. Ik dacht echt dat ik zo'n beetje ziek ging worden, want met al die wind en al dat zweet, ik weet niet, ik voelde zo'n beetje rillingen, maar ik voel me nu echt weer stukken beter. Dus dat is echt wel top. Ik denk dat ik vandaag een house tour ga geven. Ik heb dat nog niet gedaan en sinds dat ik hier woon is dat nog niet gebeurd, dus ik denk dat ik dat gewoon een keer ga moeten doen. We beginnen bij de garage, hoppa, jullie zien het, een normale garage. Hier staat wel een hele dikke motor, hoppa. Dit is de Ducati van mijn vader, die staat hier soms en soms ook niet. En ik zou zeggen, bij de 1000 likes ga ik hiermee rijden. 1000 likes op deze video. Ik heb wel geen motorrijbewijs, maar ik heb heel mijn leven motocross gedaan. Dus ik kan er wel een toertje mee rijden, sowieso. 1000 likes en we gaan knallen. Hoppa. Het is eigenlijk echt een heel vet ding, sowieso. En voor de rest is het gewoon een normale garage. Skateboards, schoenen, fietsen. Allemaal rommel. Hier staat mijn BMX, hier zit een super lieve kat, hallo. Hier nog meer schoenen en een kast met eten. Een werkbank als er moet gewerkt worden of zo, bijvoorbeeld aan de BMX. Dan steken we dit ertussen en dan werken we gewoon aan de BMX of aan een skateboard of noem maar op. Het is allemaal echt super handig om gewoon veel in huis te hebben. Hier is Grimpy aan het eten, eet smakelijk. Hoppa. En hier hebben we gewoon droogkast, wasmachine en koelkast. Hier gaan we over naar de keuken. Een redelijk basic keuken. Wel nog een redelijk nice fornuis. Het is allemaal touchscreen. Ik ben hier ook soep aan het koken, dus dit moet nog even koken. En dan ga ik na de house tour lekker soep eten. Dit is allemaal gewoon normaal. Een koelkast. Een kast met een beetje eten. Nog een kast. Met allemaal superfoods, al die dingen, die plankton en allemaal speciale dingen staan hier om extra energie te krijgen. Hier ook allemaal lekkere thee. Hoppa. Een microgolf. Hier staan de borden. En ja, het is allemaal niet zo speciaal. Hier is er gewoon een wasbak. Dat is wel handig, want dat is een grote wasbak. En dit kan je er zo uitnemen. Dus dan kan je alles heel makkelijk afspoelen. Een vuilbak, zoals in elk huis. Een kast met random stuff. Een kast met kuisproducten. Een vaatwas. En ja, allemaal gewoon normale kasten. Hier zit waarschijnlijk niet eens iets speciaals in. Jullie zien het. Keukenhanddoeken. En een koffieapparaat. Wat ik eigenlijk nooit gebruik. Hoppa, hier gaan we over naar de living. Super chill. Een heel kleine tv. Want wij gebruiken bijna nooit een tv, dus er staat hier gewoon een kleine tv, dat wordt echt maar soms gebruikt. En hier staat een tafel. Hier is Pep aan het slapen. Hey Pep! Hallo! Hier hangt de was. Zoep! En daar ligt alle was opgeplooid. Die moet ik later nog naar boven in de kasten doen. Hier hebben we de kattenkrabpaal. De legendarische kattenkrabpaal. Super nice! Hier hebben we een platenspeler. Dat is echt iets heel nice, sowieso. Die is al 30 of 40 jaar oud. Die is echt ouder dan mijzelf, dus dat is echt wel nice. Hoppa, hier hebben we de traphal. Hier hebben we een toilet. Hoppa, heel normaal. Hier staan altijd alle schoenen. Hier gaan we dan gewoon naar boven. Hier hebben we mijn kamer. Zoals jullie weten, super chill. Ik ben echt gewoon nog altijd zo stoked op mijn kamer. Het is allemaal heel netjes en ik ben er echt heel trots op. De fanmails komen waarschijnlijk aan deze muur, dus dat ga ik ook binnenkort fixen. Hier hebben we de kamer van mijn zus. Zoep, jullie zien het. Mijn zus is hier bijna nooit, dus het is hier ook allemaal een beetje rommelig. Dus ja, er staan hier ook gewoon random dingen. Dat we eigenlijk geen plaats voor hebben, dus dat zetten we gewoon hier. Het ziet er nog redelijk chill uit, maar ik vind persoonlijk
Zo donkere meubels vind ik niet mooi. Ik heb dat nog nooit mooi gevonden en ik ga dat waarschijnlijk ook nooit mooi vinden. Hier is de douche. Dit is nog redelijk chill. Een heel normale douche. Hoppa. En een grote wasbak. Altijd handig. Dit ding is ook handig, want dit verwarmt en zo gaan je handdoeken super rap drogen. Dus elke dag zijn de handdoeken droog. En dat is echt super handig, sowieso. Hier gaan we over richting de kamer van mijn broer. Mijn oude kamer. En die kamer is echt ook gewoon super chill. Het is een kleine kamer, maar je hebt echt al deze kasten. En daar kan je gewoon zoveel in kwijt. Dus dat bespaart echt super veel ruimte. Dat is echt iets heel, heel, heel handig. En check dit. Dit is echt mijn bed. Maar in het klein. Hetzelfde dekbed, maar het kleine formaat. Voor de rest gewoon heel normaal. Bureau, kast, alles chill. Mijn broer is fan van Toy Story. Jullie zien het. Super grappig. Dit is echt de originele Woody. Check dit. Ja, super vet. Oké, we gaan over naar de volgende kamer. Hoppa, de kamer van mijn vader. Niet zo speciaal. En als hij hier is, dan slaapt hij hier. Er staat hier ook allemaal speelgoed, allemaal rommel. Hier staat er een gitaar, die is van mijn broer. En het bad waar ik daarnet in zat, is hier. Hoppa, dit is echt een dikke badkamer. Dat is echt wel super handig. Eigenlijk zou dit ook een soort bed and breakfast kunnen zijn. We kunnen dat ombouwen of zo, maar dat is allemaal voor later. Hier hebben we nog een trap naar boven. En dit is de zolder. Hier staat er echt ook allemaal rommel. Mijn delivery zak staat hier ook. Check dit, allemaal rommel. Dit is waarschijnlijk van een brommer waar dan mijn vader aan het werken is. Ziet er echt wel cool uit allemaal, sowieso. Allemaal uitlaten. Mijn tent. Hier nog een Buzz Lightyear. Wow, nog een Woody. Deze werkt niet. Nog een Buzz Lightyear, een hele oude. Die werkt sowieso ook niet. Mijn bikebag, mijn lattenbodem. En er staat hier gewoon allemaal brol. Dit is wel nice. Dit is van mijn broer. Lego van Star Wars. Hier hebben we nog een gedeelte van de zolder. Hier staat ook een bed voor. Moest er nog iemand hier ooit slapen? En ja, dit is echt gewoon allemaal zooi. Ik ga er ook niet dieper op in, want het is echt allemaal speelgoed van vroeger. En wat? Weer al een Buzz Lightyear. Ik heb deze zelf nog nooit gezien. Damn. Die ziet er echt nice uit. Dit is vet. Dit is echt vet. Dus ja mensen, dit is het huis. Het is redelijk chill hier. Alles op het gemakje. En ik ga nu mijn soepje gaan drinken. De soep ziet er redelijk klaar uit. Dit gaat smaken. Een lekker bolletje eten met kipcurry. Een soepje erbij en een filmpje. Dit is echt genieten. Niet te geloven mensen, ik ben super stoked. Mijn gsm is terug. Ik heb net bericht gehad van iemand. En omdat jullie dat allemaal massaal gedeeld hebben op Facebook, heb ik hem gewoon teruggevonden. Dat is terechtgekomen bij iemand dat gewoon random een iPhone had gevonden op het skatepark. En ik ben super stoked mensen. Die dude moet ook toevallig vandaag nog in Knokke zijn. En die komt hem straks nog brengen. Dus dat wordt echt gewoon mega vet. Ik heb vanavond nog mijn gsm terug. En dan kan ik morgen mijn scherm laten maken. Nice. Ik ben echt overdreven stoked. Niet normaal. Een shout-out naar iedereen dat mijn bericht heeft gedeeld op Facebook. Ik ga nu nog kijken voor iets kleins te eten of zo. Een late night snack, want het is al avond, het is al donker. De dagen gaan echt super rap nu dat alles veel korter is. Dus we gaan kijken om nog iets kleins te eten. Ik heb het niet gefilmd, maar ik heb echt twee super lekkere pannenkoeken gemaakt. Jullie zien het. Hoppa, deze is al voor de helft opgegeten. Dit gaat super nice maken, sowieso. En ik heb er speculoospasta en choco tussen gedaan. Dus dat wordt echt super lekker.
1000 maal dank aan de guy dat mijn gsm heeft teruggevonden. Ik ben echt overdreven stoked. Niet normaal. Dit maakt gewoon echt mijn dag. Sowieso. Echt. Damn. Die guy heeft dat super laat komen brengen. Het is momenteel 11 uur. Maar dat was het echt gewoon waard. Het was het wachten waard. Sowieso. Ik ben heel, heel blij, mensen. Het was echt een... Het was eigenlijk nog een chille dag. Het was een typische rustige maandag. Leip is hier aan het chillen. Chocola hier. Hey. Boef hier. Hoppa. En ik ga de vlog afsluiten, mensen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de support. Bedanken voor het kijken. Like de video. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog om 5 uur. Zoals elke dag. Wow. Peace out. What? Ciao.